belangrijk. We wouden binnen FC Twente voetbalacademie wilden we graag een stap maken in videobeelden. We hadden op zich een prima cameratoren. Alleen hoe dieper het speelveld, hoe minder het zicht eigenlijk werd. En daar wouden we heel graag een stap in maken. Als je die beelden terug gaat kijken, ja, dan kan je ook niet echt maatwerk leveren. Wij willen graag dat onze assistenttrainers live wedstrijden gaan coderen voor de hoofdtrainer. En ja, als je dan de beelden terugkijkt en je ziet de momenten dat ze zijn gecodeerd, ja, dat was in het verleden, waren sommige momenten moeilijk om terug te zien. En nu met SportsView is dat een stuk makkelijker en een stuk helder. SportsView Videomas brengt voor ons hele scherpe, heldere beelden. Een makkelijk te gebruiken product, waar we eigenlijk overal kunnen inzetten. Bij elke training, wedstrijd, toernooien, uitwedstrijden. Het is heel gebruiksvriendelijk. Iedereen kan er eigenlijk mee werken. Simpel op te zetten, simpel af te breken. Al met al prima. Prima, makkelijk en handig product om mee te werken. Alle teams maken gebruik van videomast binnen de academie. We hebben twee videomasten. We werken op twee locaties door de week. In Hengelo en in Enschede. Eén videomast ligt in Hengelo, eentje in Enschede. Alle teams kunnen er gebruik van maken. Ja, we hebben afgesproken als je de videomast gebruikt, zorg je dat de beelden eraf zijn, dat je die eraf haalt, dat je de batterij oplaadt en dat je dan weer klaarmaakt voor de volgende gebruiker, laat maar zeggen. Voordeel van SportsView is dat de batterij laat heel erg snel op. Videobeelden kun je er vrij gemakkelijk afhalen op je computer en je kan hem heel makkelijk gereed maken voor de volgende training. Ook voor onze thuiswedstrijden, we spelen redelijk vlak achter elkaar aan. En de camera haal je eraf, cameraatje of kaartje haal je eruit, beelden haal je eraf, je stopt hem weer in. Waar we heel graag naartoe willen als academie is dat we wedstrijdbeelden in de rust kunnen laten zien. En dat is ook zeer zeker een mogelijkheid met SportsView. Vrij veel jonge trainers. Trainers die ook gewoon heel graag met wedstrijdbeelden willen werken. Het is ook een vereiste binnen de voetbalacademie om met videobeelden te werken. Alleen, we delen onderling heel veel met de trainers. Alle trainers kunnen alle wedstrijdbeelden inzien van alle teams. We vinden het gewoon heel erg prettig. Nou, je hebt meerdere vaste camera's om een wedstrijd te filmen, heb je meerdere camera's nodig. Als je dat gebruikt, is dat niet echt gebruikvriendelijk voor een trainer om wedstrijdanalyses te maken, omdat je meerdere wedstrijden, zeg maar, meerdere camera's moet terugkijken. Het grote voordeel is ook met SportsView dat je nagenoeg alle linies van het team kunt in beeld kunt brengen en houden, bijna bij elke spelsituatie. Voor analyses is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Met vaste camera's werk je nou veel van dat je, als een lange bal wordt gepaast bijvoorbeeld, je moet switchen naar een andere camera, dan mis je toch weer wat beelden. En je kan het niet in één geheel in beeld brengen. Met SportsView is dat natuurlijk wel een heel groot voordeel. Als een keeper een bal uitschiet, dan, als hij over de middenlijn komt, dan moet je van camera 1 misschien naar camera 3. Je kan ook niet met dat programma al je wedstrijdbeelden, of de wedstrijdbeelden in één file kun je die downloaden. Je hebt 4 verschillende moet je downloaden en daar moet je dan mee gaan knutselen. Dus dat kost gewoon ongelooflijk veel tijd. Gebruiksvriendelijk, relatief goedkoop product aanschaffen waar meerdere teams mee kunnen samenwerken. Makkelijk in gebruik is om op te zetten, om af te breken. Om wedstrijdbeelden van de camera af te halen, om dat op je computer te zetten. Het is een product wat je heel makkelijk kan meenemen. Bijvoorbeeld uitwedstrijden, of als je een toernooi speelt, of naar het buitenland gaat. Het is voor een starter, voor een amateurvereniging, is het een heel goed product.
Ja, voor de academie en de toekomst van de videoanalyse is dat wij ja, daar toch wel weer een behoorlijke slag in willen gaan maken. Ja, de beelden moeten steeds scherper worden, steeds duidelijker worden. Vooral makkelijk te gebruiken, makkelijk te delen met je spelers, met het team, met de organisatie, met de academie. Heel erg belangrijk. Ik denk dat het voor de ontwikkeling van de speler steeds belangrijker gaat worden. Wedstrijden worden beslist op details. En ja, daar moet je gewoon gebruik gaan maken van videoanalyse. Ja, een behoorlijke slag dat we willen gaan maken als voetbalacademie is dat we wedstrijdbeelden direct in de rust kunnen terugkijken. Dat lijkt ons een mooie stap voor de ontwikkeling van het team, maar ook individueel. Dat je gelijk spelers, als er een situatie ontstaat dat niet duidelijk is, dat je dat kan laten terugzien in de rust, dat je daar gebruik van kan maken en dat je gelijk zo kan beïnvloeden in een wedstrijd. Eventueel voor het resultaat, maar ook zeer zeker voor de ontwikkeling van je spelers.